In de maand mei niet met de auto naar school komen of opgehaald worden. Dat was het idee achter de actie Mei Autovrij. Kindcentrum Draagten en Beekendonk bleek hierin de beste. Mei Autovrij werd bedacht door de jeugdgemeenteraad van Laarbeek en vond voor het eerst plaats in 2019. En nou is hij er. Dus het was wel heel erg leuk. Maar dan moet je volgende keer een jaar op wachten. Dan moet je mij bellen, dan kom ik meteen. Mijn belangrijkste taak als burgemeester is cadeautjes aannemen. Dus ik ben hartstikke blij met cadeautjes. Ja, maar deze... Moet ik hem openmaken? Oh, wat vind ik dat leuk. Dat had ik namelijk niet verwacht. Dat hadden ze zelf bedacht. Heb je dat zelf bedacht? Dat zullen voor de burgemeester. Nou, dat vind ik hartstikke tof, man. Hé, hey, dat is even stoer. Dat ben jij. Dat zie ik. Ik zie het. Dat kan ik duidelijk zien. Ja. Zal ik je eens wat vertellen? Die ga ik op mijn bureau hangen, dit cadeau. Ja. En dit is jouw appeltje, dit is binnen jouw mond. Die gaat altijd, die beweegt veel natuurlijk. Hè? Daarom gaat die open en dicht, denk ik, of niet? Ja, ik ook. Ja, oh, wat goed, hè? En zouden jullie hem een applausje willen geven? Want ik ben daar zo blij mee. Ja, joh. Ja. En ik ga hem ophangen, hoor. Die ga ik in mijn happen zo. Ja. Oh, wat ontzettend leuk, zeg. Net zoals hier. Ja. Oh, dat is ook een happetje, hè? En leren jullie die dingen op school hier allemaal? Ja, ik heb er ook in mijn tas. Oh. Wat een vol bureau. Nou, dat is geweldig. Ja. En de jeugdgemeenteraad, daarom zijn wij hier, die doen allerlei leuke dingen. En dat doen ze dan voor de school, voor de kinderen, met de school, voor de club, voor de vereniging. En wat die jeugdgemeenteraad ook doet, en daarom zijn wij hier en daarom is het ook zo spannend. Die doen elk jaar, al voor het derde jaar, een project en dat noemen ze... Mei Autovrij. En daarmee zeggen ze tegen de papa's en de mama's die jullie elke dag naar school komen brengen. Je kunt beter niet met de auto komen, beter te voet of met de fiets. Ja, meestal. Ja. Mij ga ik tenminste wel met de fiets. Kijk, en nou zijn we er. Ik ben het meeste met de fiets gekomen. Ja, dat vind ik hartstikke stoer. En dan kun je misschien ook de prijs winnen. Jullie hebben die prijs gewonnen. Ja. En Rosa komt dat uitleggen waarom jullie die prijs gewonnen hebben. En ik zal het allemaal niet te moeilijk maken, maar de kinderen hebben foto's kunnen insturen, Rosa, zoals het, hè? Ja. Elke dag met de auto of met de fiets kwamen. Zo. Dat is elke dag, dus ook in onze klas, eigenlijk tot in groep 1. En dan weer uiteindelijk gingen we elke keer kijken of we steeds minder mensen konden. De proef, zeg maar dan. Eigenlijk wel, want... Ja. Er zijn veel meer kinderen nu met de fiets gekomen. Voor de organisatie heet dat dan? Oh, voor jullie? Ja, ja. Moeten we over nadenken. Een applaus voor Julia Femke. Yes. Kom maar even naar voren. Wow. Hoor je dat, Julia Femke? Aan de fles kun je van vasthouden, hoor je. Ja. Hey, toppen. Zo, en nog één? Wat heb ik nog over vanmorgen? Rosa, hij staat hier op. Wil jij die even oplijsten, die prijs? Ja. Let op, hè. Wow, voor de school. Ja, doe maar een applausje voor de school. Voor allemaal. Ik ken scholen dit jaar in Laarbeek die niet gewonnen hebben. Een stuk of nee. Er zit een cadeaukaart in. Is dat stoer? Ja, ik vind het. Die hebben hartstikke goed meegedaan. Doe jullie wel een applaus geven voor hun. Ja. Goed gedaan, man. Dat lukt wel, hè. Nou, gaan we iets leuks voor uitzoeken. Jan en Joey. Ja. Jullie zijn ermee bezig geweest van tevoren al, hè? Ja, met het ja, hele project. Lang. En heel blij met deze uitslag? Ja, ja, zeker. Niet verwacht of stiekem wel? Nou, ja. Nee, eigenlijk niet, want ik had het idee dat de eerste week goed ging, alleen de tweede week iets meer op aan het lopen was. Iets meer mensen. Maar dat komt natuurlijk ook door veel regen. Proficiat. Dankjewel. Ja, dankjewel.